Welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we in een wereld die ik vandaag heb gemaakt. Ik ben nog niet heel... Ja, ik ben al best wel ver. Namelijk al vishengel. En ik ben samen met Ivan. En hij komt er zo bij. Dus ja, ik heb er wel zin in. Ik was even lekker aan het beginnen met vissen. Ik had namelijk al vishengel gevangen. We hebben heel veel schatten gevonden. Want we gingen heel veel boten en zo maken. En toen hebben we allemaal chain armor. En kijk even in onze kist. 4 diamonds. Allemaal wol, TNT. En heel veel gold ook. En heel veel armor natuurlijk. 3 Heart of the Seas. Ik weet niet of hier nog... Hier zit ook nog 2 Heart of the Seas in. We hebben de water breathing potions. 2. Van die boeken en zo. Ja, we hebben dus echt al best wel veel spullen. En we hebben hier ook al koeien. Want we gaan straks... We willen natuurlijk straks... enchanten. Dus dat is ook nodig. En vraag je je nou af, waar is de sugar cane? Nou, die hebben we nog niet. Maar ga ik straks wel fixen. Ga ik even zoeken. Nu gaan we eerst even schapen scheren. Moet ik even kijken waar mijn schaar is. Als ik hier het heb gedaan, ja. En de wheat. Zodat ik even zo niet de schapen, maar de koeien kan scheren. Maar dat is, vind ik nu op dit moment belangrijker. Dat irritante beest, die kat, die moet even opzouten. Want die ging net 3 kippen van mij doden. Wat heel dom is. Want nu is hij dood. Zo, nu gaan we de koeien weer farmen. Dan hebben we ondertussen alweer 5 koeien. 3 baby's, 2 volgroeide koeien. En dan gaan we even weer met de swampie verder. We hebben wheat en we hebben geen aardappels, maar wortels. Ook lekker, toch? Dacht ik. Ik dacht wortels. Nice ook. Oh ja, en hier staan random 2 pandaberen. En ik zie in de verte sugarcane. Toch? Ja. Ik dacht al. En Ivan die komt er zo ook bij. Dus ja, dat wordt leuk. Deze kip gaan we slaan. Nu is hij neer. Ga ik eventjes hier een stuk maken waar ik dat kan plaatsen. Zo. Nou, dan kan dat daar lekker groeien. Oh, hier zijn 2 schapen nog. Niet de schapen van ons, dus daarom kill ik ze ook. Ik ga zo ook even een huis maken. We hebben een soort van boomhut, want we hadden eventjes gewoon een boomhut gebouwd, soort van. Hè? Hoe kan dat? Oh, gelukkig maar, ik dacht al. Kunnen we de koeien alweer voeren? Nu krijgen we echt veel baby's. We hebben nu al 4 baby's. 2 normale koeien. En er loopt ook zo'n loslopende villager rond. Die wil ik ook gaan lokken. Zo, ik ga hier een gat maken. Even hier gewoon zo. Dan ga ik een bootje maken. Dan ga ik hem hierheen lokken. Ik weet niet zeker of hij in de boot gaat. Het is namelijk heel dom als het niet zo is. Dan sta ik
heel erg verschut. Maar we gaan het toch echt even proberen. Wel ver. Dat loopt helemaal naar beneden toe. Gaan we meenemen. Ivan, kijk wat ik hier achterop heb. Ik heb zo'n frame erin. Kijk, hè. Die geldt toch. Nou, gaan we even light naar mijn schat toe. Dan zien we jullie zo. Dan ben ik zo terug als ik hem heb gelokt in het gat. Ja, jongens, we hebben hem erin gekregen. We gaan even de boot weghalen. Kijk of hij een beetje goede dingen heeft. Hij heeft meloen, hij heeft pompoen en hij heeft tropisch vis. Hij heeft bruine verf en hij heeft van die bloemetjes die ik zelf ook al lang heb. Daar zit niet meer in schaduw, want die heb ik in mijn inventory. Ik heb de hele tijd de neiging om te zeggen mijn inf. Hey jongens, wie gaat ook zaterdag kijken voetbalwedstrijd Nederland? Want hij komt gelijk op vrijdag uit en ik maak hem ook op vrijdag. Deze video is waarschijnlijk om 7 uur na, ik denk tussen 7 en 8 komt deze video online, 7, 8 uur. En dan in de avond. Hij is weg. Ik denk dat ik hem gewoon in die boot moet laten zitten. Straks gaat hij. Als jullie denken, hoe kan het dat ze jou niet aanvallen? Nou, ik heb de wereld op vreedzaam staan. Dus dat kan niet. Ah, zo irritant er altijd. Ik heb ook hier aan al mijn... Wat? Nu willen die neken hierin. Ja. Zo. Zie je het wel, blijf maar staan. Kom je er nu ook in? Jullie ja. Ben je nog steeds niet video. Ja, jongens, we zijn nog steeds bij. Hoe laat is het? Hoe lang duurt het nog? Jongens, nog een halve minuut en dan gaan we. Maar we hebben vandaag best wel weer wat gedaan. We hebben de koeien eten gegeven. Ik weet nog waar niet maar. En we gaan nog even voor de laatste keer gaan we koeien voeren. En dan krijgen we nog één keer wat koeien erbij. Dan gaan we nog even 2 slachten. Even kijken. Een zwaardje. Gewoon eventjes. Ah, nee, ik heb de eieren niet hier. Heeft Ivan.
zo. Zo, twee koeien geslacht weer. Er zijn nog 4 kinderen, dus nog even de schapen scheren en dan gaan we, jongens. En ik denk dat ik hier misschien vanavond zelf nog eventjes iets ga doen. En dan ga ik gewoon nog even zorgen dat ik misschien een enchanting table of zo heb. En dan kan ik daarna, dan kan ik nu zeggen, dat is allemaal een leuke video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Abonneer en like zeker weten. Dat helpt me namelijk enorm met mijn goal van 1000 abonnees. En dan zeg ik, doei!